Ja, ik vond dat je het moest weten. Bedankt voor je telefoontje. Alhoewel, ik zou niet weten wat ik moest doen. Nou, kijk, erg serieus valt het niet te nemen. Het is natuurlijk weer een van Normans vele anti-houdingen tegen de wereld of iets van die aard. En hadden ze nou nog wat gedaan? Want mij valt hier helemaal niets te lachen. Ik bedoel, in jouw plaats zou ik al... Beste Sarah, ik ben nu 5 jaar met hem getrouwd en bittere ervaring heeft me geleerd dat het laatste wat je met Norman moet doen, is hem serieus nemen. Dat is nou juist precies wat hij wil. Niet dat het af en toe niet zenuwslopend is om kalm te blijven als hij eerst knettergek bezig is of het huis in brand dreigt te steken. Maar als hij te bar maakt, ga ik doodleuk naar bed met de deur op slot. Nou, ik zou al lang niet meer bij hem wonen, echt. Ik was al lang weg geweest. Oh, zo zie ik het helemaal niet. Voor mijn gevoel woont hij bij mij. De slot betaal ik alles in huis en de meubilair is praktisch alleen van mij. Een enkele keer komt het wel eens bij me op om hem eruit te gooien. Maar ik weet niet, ik denk dat ik nog alles hem geef. Het is net zoiets als wanneer je een enorme ongezeggelijke hond opnaamt als je met Norman getrouwd bent. Hij is niet wat je noemt een huisdier. De hele tijd afwisseling, geestelijk en lichamelijk. En je doet er wel verstandig aan hem op te sluiten als je bezoek over de vloer krijgt. Anders stuikelt hij zich toe. Maar ik wil hem niet kwijt. Het is allemaal goed en wel als je behoorlijk onder de duim hebt. Maar als hij het leven van andere mensen overhoop gooit, dat van Annie bijvoorbeeld. Je moet Norman niet helemaal op aanzien. Springt alleen maar op tegen mensen die hem aanmoedigen. Dat is de vuistregel. Wil je niet dat hij je gezicht likt, voer hem dan vooral geen kruimels. En dat slaat niet alleen op Annie. Nou, ik weet echt niet waar je het over hebt. Toe, Sarah, maak mij wat wijs. Hij heeft pas wel eens een oogje op jou laten vallen. Oh, nee zeg. Ik heb het hem zelf zien doen. Je moet de mensen niet zo allemaal naar jezelf afmeten. Maar het punt is dat, voor zover ik na kan gaan, Tom en Annie elkaar praktisch negeren. Ze hebben gisteravond kennelijk ruzie gehad. Ja, niet dat Tom het weet van Norman, hoor, maar hij is uit zijn doen. Hij... Och, Sien, zit over het toch nog niet steeds met die sul. Tom zou een hele goede echtgenoot zijn. Ja, hij is gewoon hartstikke goed. Hij kan als een fouten hebben, maar vergeleken met anderen. Ja, hij is zorgzaam en attent en heeft heel veel gedaan voor Annie de laatste jaren. Hij is zo egocentrisch als de pest. Nou, dat is niet eerlijk. Hij laat het zich heerlijk aanleunen hier dag in dag uit rond te hangen. Hij eet bij haar. Hij loopt in en uit naar meneer Belieft. En wat krijgt ze ervoor terug? Geen barst. Nou, ik vind dat gewoon heel conservatief tegenover hem. Ze klaploper, net als zo'n teekbeen van die rottige beesten van hem. Nou, met jou voor kennelijk niet te praten. We denken dan maar ook over niets hetzelfde. En dat is altijd al zo geweest. Precies. Heel goed gezien. Ik ga wel profiteren van de zon. Dan ga ik naar huis en dan werk ik nog wat. Erg aardig van je om het te bellen. Erg aardig dat je zo bezorgd bent over mijn relatie met Norman. Net als ik zeg, ik kan mij niets aan veranderen. Norman leeft bij zijn eigen wetten. Dat heeft hij altijd gedaan. En ik heb hopen werk wat morgen af moet zijn. Wat heeft die stoel? Als je je bril nou eens opzet. Begin jij nu ook niet over mijn bril heen, Norman is genoeg. Maar jij doet alles op de tas. Je rijdt auto op de tas. Sarah! Nu ga je weg. Je maakt de mensen hels. Norman is precies wat jij verdient. En dat vind ik. Dat verrekte ding. Laat mij maar in. Tuffel op jij. Oh, goed, goed. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom jij die bril niet opzet. Dat scheelt een stuk. En het maakt je trouwens ook een stuk vrouwelijker. Hallo, Rut. Wie is dat? Oh, hallo. Was jij er ook? Ja. Wat? Nou, dus, nee, niks. Laat maar. Thank you.
Heb je Norman al gezien? Ja. Heb je Annie al gezien? Ja. Ah. En ik heb Rick en Sarah ook gezien. Zal ze wat iedereen gezien hebben die het te zien valt? Oh, nou, nu heb je mij ook gezien. Ja, jou heb ik ook gezien. Er is iets anders aan je. Ik weet niet, er is iets anders. Ik zal ouder geworden zijn. Nee, dat is het niet. Nee, ik kom er nog wel op. Wat? Nou, ik vroeg me af of er een speciale reden is dat wij hier zo zitten. Ik weet niet waarom jij zo zou zitten. Nee, ik ook niet. Ik weet het wel van mij. Waarom? Ik kan dat verrekte ding niet opzetten. Oh! Je had Annie al gezien, zei je. Ja. En hoe stond haar gezicht? Moet jij je stoel niet opzetten? Oh, ja. Annie, uitstekend zo te zien. Oh. Nou, om eerlijk te zijn, ik ben bang dat ik het bij haar heb verbruikt. Nee, toch? Ja. Ik ben nogal tegen haar uitgevallen. Heus? En nogal fors. Ja, ik vind dat ze me veel te veel voor vanzelfsprekend aanneemt. Doet ze dat? Ja, en daarom vond ik dat ze wel wat sterke woorden kon gebruiken. Ja. Oh ja? En ik heb gezegd dat ze er wat beter bij moest lopen. Oh. En dat ze er nogal voddig uitzag. Nee, toch? Ik heb gedreigd met een oplawaai zonder pardon. Ja, ja. Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Denk je dat ik nou mijn vooruitzichten heb verknoeid? Vooruitzichten waarom? Nou, vooruitzichten in het algemeen. Tja, bepaalde vrouwen reageren enorm goed op dat soort behandeling. Die vinden het heerlijk te horen dat ze er volop bij lopen. Die krijgen een zalig gevoel bij dreigen met lichamelijk geweld. Niet dat ik ooit zo een heb ontmoet hoor, maar ze zullen wel bestaan. In boeken. Van mannen. Maar ja, je hebt denkelijk ook vrouwen die dolgraag in een kanaal gegooid worden. Alleen die zien je elke dag. Zelfs niet hier in de familie. Dus je denkt dat ik het niet helemaal goed heb aangepakt? Ik zou denken van niet. Had hij het deze keer toch mis? Wie had het mis? Nou, Norman. Norman? Heeft Norman je dit aangepraat? Ja, hij zei dat ik iets in die geest moest doen. Door haar te beledigen en dreigen te slaan. Ja, nou ja, doorgaans heeft hij gelijk. Ja, zeker als het om vrouwen gaat. Een enorme feeling met vrouwen, die Norman. Dat had ik geloof ik niet moeten zeggen. Tom, Ik weet, ik riskeer slecht advies op slecht advies te geven, maar misschien moet ik je de juiste richting wijzen. Ja? Ten eerste, zijn er onjuistheden in Normans overbekende universele theorieën in zaken vrouwen. En aangezien ik zijn vrouw ben, ken ik die. Hij beweert dat vrouwen in twee groepen uiteenvallen. De ene moet je meppen, de andere moet je pakken. Nu is er wel enig research gedaan op dit punt. En onlangs hebben ze ontdekt dat het in feite wel een tikje minder simplistisch ligt. Ja, en bijgevolg? Goed. Ze zijn net zo gevoelig voor vleierij als een man. Alleen als je een vrouw wilt vleien, heeft het zijn nut om het wat subtieler te doen. Bij mannen hoeft dat niet. Die geloven automatisch het eerste beste complimentje. Oh, nauwelijks hoor. Nauwelijks. Daar gaan we niet over twisten. Dus al wat ik zeg is, Tom, je bent een intelligent vent. Oh. Je bent niet onaantrekkelijk. Dank je. En jij voelt kennelijk een hoop dingen die je niet laat merken. Het is prachtig in een crisissituatie, maar een beetje ontmoedigend in vredestijd. Hoe bedoel je dat? Ik denk dat je ook iets moet geven. Geven, Tom, begrijp je? Ja. Kun je me volgen? Ja, iets geven, ja, ja. Iets wat moet geven. Oh. Tom,
Je bent nogal frustrerend om mee te praten. Ik voel me als zo'n witte muis op een wiel in een kooi. Als een gek, maar lopen, lopen, maar je komt nergens. Dat is wel interessant dat je dat zegt, want er hebben ze onderzoek gedaan. Naar muizen en wieltjes. Ja. En als je dan... Goed zo, dank je. Huh? Niet afdwalen. Nee, niet afdwalen. Kijk, volgens mij werk je best eens best. Wat er nu gebeurt, volgens mij, is dat er een signaal komt van buiten. En als dat signaal dan eenmaal binnen je hoofd zit, dan heb je kans dat het net is als het onverwerkt intern memo op een uitgegroeid ambtelijk departement. Wordt het afgeschoven van het ene bureau naar het andere en niemand heeft zin om de verantwoordelijkheid over te nemen. Goed. Laten we een paar eenvoudige reacties doornemen. Ja? 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 Ja. Ik heb de pest aan je, Tom, hoor je? Ik heb de pest aan je! Echt waar? Goed. Ik hou van je, Tom. Ik hou van je. Ik begrijp het niet. Dit is een spelletje, toch? Nee, Tom, het is geen spelletje. Het is een poging tot communicatie. Na Norman ben je een opluchting, dat wel. Die heeft voor elke gelegenheid 3 emoties achter de hand. Nu weet ik waarom je er anders uitziet. Je hebt je bril niet op. Nee. Ja, dat staat je goed zo, zo zonder bril. Dank je, Tom. Goed zo. Je leert het al. Ja, geef je gezicht zo'n heel andere vorm. Tom? Ja? Kun je soms goed opschieten met je dieren? Ja, doorgaans lukt dat aardig. Ik sta versteld van je. Op mij heb je een desastreus effect, wist je dat? Wat kookt het zo gauw over? Ja, het is ook nogal heet hier. Tom, ik voel mij gedrongen om mijn bril op te zetten en mijn kleren uit te gooien en dan naakt voor je te gaan staan dansen in het gras. Ik zet een bril op. Niet om de vorm van mijn gezicht te corrigeren, maar om jouw reactie te zien als er reactie komt. En als ik dan vlugger en vlugger ronddraai met de zon vonkelend in mijn brillenglazen en met signalen van mij van ongebreidelde seksbehoeften, dan zou ik je tegen de grond smakken, ik zou je kleren afrukken en we zouden samen ettelijke nummertjes snakkende en smakkende seks maken. Hoe pakt zoiets jou, Tom? Grote goedheid. Dan moet je alleen hier wel kijken waar je in het gras rolt. Gaat het wel goed, Rut? Want gaat het wel, want het is hier ook zo heet. Misschien moet je even wat gaan liggen. Klus! Zal ik even een aspirintje voor je halen? Ik ben op. Sorry, ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb nooit geweten dat je dit voor me voelde, echt niet. Nou, zo tegenover mij. Tom, ik heb mijn gevoelens van jou nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik dacht gewoon dat we vrienden waren. Niet meer en niet minder. Ik heb nooit geweten dat... Waar heb je het over, Tom? Nou, als een vrouw nou maar zo pardoe zegt dat ze verliefd op je is, waar blijf je dan? Spreken we theoretisch? Wat mij betreft wel. Nou, dan ben jij dus aan de beurt. Eerst ga je naar of je zelf verliefd bent. Nou, dat weet ik niet. Heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ja, en ik moet ook nog aan anderen denken. Waar heb je het over? Norman, ik moet toch ook aan Norman denken? Norman, doe niet zo belachelijk. Wat Norman aangaat, is dit gewoon een romantische bevlieging. Haal nou niet Norman erbij als excuus voor wat jij tekort schiet. Als je de kans niet meteen grijpt, dan komt er vroeg of laat een ander, iemand die meer aan de rem is dan Norman ooit geweest is. Nou, sorry. Sorry, dat is alles wat ik ervan zeggen kan. Ik heb het nooit gezien. Echt niet. En weet Norman er ook van? Wat? Ja, van mij. Allicht weet hij het. Oh, vandaar. Ja, hij deed al zo raar de laatste tijd. Zo'n beetje zo geforceerd. Ja. Je ziet er leuk uit. Fantastisch figuur zo. Zo, nou zo, zeg maar zo. Oh, als je het mij vraagt, ben je een hopeloos geval. Oh, dat valt best mee hoor, daar ben je wel aan. Oh. Hallo. Hallo.
Willen jullie je koffie hier? Ik heb zon genoeg. Nee. Oh, ik ga moeder eens trotseren. Ja, ze is wakker. Ik ben net veilig geweest. Mooi. Praat met haar. Wat? Zeg het haar. Oh. Wil jij koffie, Tom? Die lag in de zon. Is Pootje beter? Nou, achteraf bleek het toch om mee te vallen. Ja, zoals jij deed, leek het wel of je de poot moest amputeren. Nou, ik weet niet of je het weet, maar je hebt de meest ongezonde kat van het hele land. Geen dag of er is wel wat met hem. Ja, het beest heeft of een kasplantje of het is allergisch. Ik kan er geen hoogte van krijgen. Het is wel de enige kat die ik ken met een eigen dokter. Ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem wel eens als reden gebruik om hier langs te komen, hoor. Is nergens voor nodig? Nee, je kunt langskomen wanneer je maar wilt. Het is ook niet helemaal eerlijk om hem vol te stoppen met medicijnen alleen omdat jij een keer wilt eten. Oh, nou, dat valt ook nog wel mee. Hoe dan ook. Wanneer je maar wilt. Ah, bedankt. Tom? Ja? Ik moet je wat zeggen. Nou, ik moet jou ook wat zeggen. Ja, mag ik dan eerst? Ik geloof dat het een heel verschil maakt wat jij wilt zeggen en dit. Het punt is dat Norman me gevraagd heeft om een weekend met hem uit te gaan. Norman? Ja, hij wilde een weekend uit. En je ziet het, we zijn niet gegaan. Maar ik had haast ja gezegd. Ik vond dat je het moest weten. Zo. Het spijt me. Nee. Ben je gepikeerd? Nou, nee. Ik denk, ik begrijp het. Nee. Je had liever gezien dat ik niet mee was gegaan, hè? Nou, nee, maar ik geloof niet echt dat ik het recht heb om jou dat te beletten. Ja. Misschien niet, technisch gezien. Zo intiem zijn we niet. Nou, ik dacht dat je misschien toch het gevoel had. Nee, maar ik nu weet ik tenminste waar Norman op uit was. Hè? Ja. Hij vroeg me mee naar een hotel. Ja, dat weet ik, maar waarom? Ja, waarom doet een man dat? Nou, hij deed dat om mij een hak te zetten. Jou een hak te zetten? Ja, hij weet alles, begrijp je wel? Wat, alles? Ja, van Rut en mij. Van jou en Rut? Ja. Jij en Rut? Ja, dat is wat ik jou wilde vertellen. Hé? Maar je bent toch niet met Rut? Nee, ik ben niet met Rut. Met wie dan? Ja, nou, ik wel met Rut, maar meer... Niet ik met Rut, maar Rut met mij. Dat maakt verschil, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Ja, nee, het is dus zo dat, ik ben zo slecht in dit soort dingen. Rut die heeft dus gezegd, ik vind het zo moeilijk. Dan krijg ik allemaal tips en hints, dan ben ik weer te laat en dan begrijp ik het weer niet. En dan, Rut die heeft het dus nogal van mij te pakken. Hè? Ik heb het ook net pas gehoord hoor, ik heb er echt niet op aangedrongen, erewoord. Weet je dus zeker dat je dat goed begrepen hebt? Ik bedoel, Rut kan nogal patsjeboem zijn. Ik zeg niet dat je het verkeerd hebt, maar kun je het misschien verkeerd hebben begrepen? Nee, ik heb het absoluut niet verkeerd begrepen, nee. Oh, ze was heel erg beeldend. Ze heeft gezegd dat ze de kleren uit zou trekken. Oh, zo pijnlijk. Ik wil het er verder niet over hebben. Hij gaat door. De kleren uit. Nou, toen ging ze dus door, hè. Ik heb de pest aan je. Ik hou van je. Ik wil naakt met je liggen, rollen op naakt in het zand, in het gras, met mijn bril op. En je weet zeker dat je dat goed begrepen hebt? Oh ja, absoluut. Ja, ze zei dat ze nooit van Norman geweest was, het was een illusie. En Norman wist er alles van. En ik moest het pakken zolang ze zo kookte. Ik geloof het niet. Wat heb jij gezegd? Ja, dat ik erover na moest denken. Nadenken? Ja, allicht. En ik dan? Ja, dat ook nog. Ja, dat ook nog! Ja, maar, ik vind het zo verschrikkelijk ingewikkeld. Niks ingewikkeld. Ik sta je niet in de weg. Je tippelt maar rustig een eindje weg. Ja, maar Annie, luister nou. Nee, opgeruimd staat netjes. Annie, luister. En ik zou het op prijs stellen als je onze kat met rust zou laten open. Ja, 1, 2, ik heb de bal. Kom op, hier is het. Annie, jij bent... Hoppa, nee, pak op. Ik niet. Doe nou niet zo vervelend. We hebben een beetje actie nodig. We hebben de hele tijd al binnen zitten hokken. Norman, kom op, joh. Hé, hey, waar is de actie? Wat heb jij nou aan, man?
Oh, boven waar ergens in de kast gevonden. Ja, daar kon mijn ouwtje wel eens zijn, zeg. Bedankt voor het lenen. Nou, is daar niet goed. Hé, hey, wat ziet mijn oog daar? Kijk, dat meisje is eens het zeldzame schatje. Kijk nou, ze heeft een jurkje aan. De zon heeft eindelijk een vlinder uit de kokon gehaald. Is die mooi? Niet overdrijven. Nee, echt, je ziet er fenomenaal uit. Wat jij, Tom? Je hebt wat aan. Een jurk. Ja, nou zie ik het. Geef die knaap een padvinderspeldje. Nee, echt, je ziet er geweldig uit. Nou, kom op, jongens, spelen we nog of hoe zit dat? Ja. Nee. Atoe, nou geen ja, we gaan uithangen nu ingehaald. Wat zullen we spelen dan? Ja, ja, ik weet het, strippen! Iemand die de voetbal niet vangt, die trekt wat uit. Hier, maar die vallen! Ja. Ah, je gaat het van een vloepen! Ja. Doe maar een vloepen! Ik krap je ogen uit. Ah. Nou, maar dan heb ik misschien wel een leuk idee. Wat nou als we mijn spel zouden gaan spelen? Hè, mijn spel? Nou, daar is vast niemand voor, want daar verpesten we onze tijd niet mee. Nee, ik ga een eindje op met Rut. Nou, ik denk dat ik het best leuk vind. Ja, zie je wel. Ja, en Tom vast ook wel, hè Tom? Huh? Nou, dat spel van Rick, dat vind je leuk om te doen, Tom? Nou, natuurlijk niet, hè Tom? Natuurlijk wel, hè Tom? Nee, Tom, Rick? Ja, ik heb het, ik heb het. Mooi. Alleen als je wil, hè? Ja, Tom. Ja. Zo. Sarah, doe je ook mee? Ja, of moet kiezen of tussen op mijn eentje zitten en meedoen? Nou, grandioos, zeg, geweldig. Ga ook zitten, Tom. Kom. Ja. Nou, dat vorige spel van jou, dat vond ik nogal ingewikkeld. Oh, je bedoelt het Himalaya-spel? Ja. Nou, ik weet dat ik nog zo door mijn Sherpa's heen was. Dat weet ik ook nog, ja. Maar dat komt, je had te weinig Sherpa-kaarten gekocht aan het begin. En die had je nodig om je zuurstof te kunnen dragen, hè. Dat lukte niet, dus ging je dood. Ja, ja, dat ook nog. Een hele expeditie was een flop. Nou, komt er nog wat van? Ja, gaan we nog wat doen? Ja, natuurlijk. Nou, kijk. Ja, zeker, maar zo kan ik toch niks lezen. Wordt ze op de kop? Oh, nou, ga dan hier maar zitten, zo. Hier. Deze kan hier. Kijk, je kunt hier. Nee, maar jongens, ik kan toch gewoon het bord even draaien? Kijk nou. Zo kan jij dit lezen. Dat hoeft ook niet, ik weet het al. Ja, en ik kan het wel vanaf zijn kant lezen. Ja, fantastisch, goed zo. Oké, nou dit is dan dus het bord, hè? Dit is het spel. En dat is niet zo snel, hè, want ik ben niet zo vlug in dat soort dingen. Ik weet het. Zeg, rustig aan, ik doe mijn best hoor. Goed zo. Nou, dus even goed opletten nu, hè. Wat? Afblijven! Ik leg het toch uit? Sorry. Kijk, ja, ik doe mijn best. Kijk, al deze bruine vlekken, dat zijn dus gebouwen, hè. En die gebouwen, het staat er allemaal prachtig bij wat het is. Kijk, hier hebben we een bouwmarkt, en dit is een bakkerij, hier zit een juwelier, en dit is een modezaak, en dit is de slagerij. Oh ja, ja. Ja en hier staat koop. Wat is dat, koop? Ja, nee, het is koop. Supermarkt, koop. Oh, koop. Ja, ja. Ja, dan komt, ik moet het vanaf zijn kant ja, lezen. Ja, nee, natuurlijk, ja, dat is ook zo goed. Belangrijk om te weten, op deze grijze baan hier, dat zijn straten, ja? Om in ach, is, te leren. Het is helemaal niet ingewikkeld, je moet gewoon een beetje luisteren. Ik bedoel, je nou, wilt... Luister nou even naar me! Een grijze baan zijn dus straten, hè. En het doel van het spel is als volgt. Twee van ons zijn de misdadigers. En twee van ons zijn de politie, ja. Ook heel handig, de politie heeft ook nog de beschikking over deze wagentjes. En belangrijk, die wagentjes kunnen wel over de straten, maar niet dwars door de gebouwen. Oh, dat is een hele opdracht. Nou, even zitten. Die autootjes die kunnen 15 vakjes vooruit en 5 naar links of naar rechts. En wat ze niet kunnen is achteruit of zo vroeg om een hoek. En waarom kunnen ze niet achteruit? Ja, omdat ze dat niet kunnen, dat weet ik niet. Dat kunnen ze gewoon niet. Nou, goed, de politie heeft ook nog de beschikking over deze... Oh, ik geloof dat het een beetje te snel gaat. Lukt het een beetje, Tom? Ja, nou, het lukt wel, maar het lijkt me dan net alsof er water dwars door de koop heen stroomt. Nee, er niet dwars doorheen, nee, eronderdoor. Eronderdoor, zo. Oh, ja, dus niet winkelen in het souterrain. Tom, goed, zeg nou. Ik was dus gebleven bij deze meneer, hè, de hoofdinspecteur, is een belangrijke man. Want deze kan niet alleen 3 vakjes vooruit, maar deze kan ook nog eens vloep, vloep, 3 om een hoek. Heel belangrijk. Ja, dat is een handige vent bij relletjes. Ja. Nou, wat is nou te gek? Hoe kan iemand nou 3 vakjes vooruit en dan nog vloep, vloep, 3 om een hoek? Omdat hij een erg lange hals heeft. Ik weet het niet, dame. Het is een spel. Het is niet eens realistisch.
En wat heeft dat er nou mee te maken, realistisch? Nou, als het niet realistisch is, dan is het ook nauwelijks een spel te noemen. Waar heb jij het nou over? Niet realistisch, geen spel. En schaken dan, hè? En schaken, is dat realistisch? Nou, en wat is er tegen schaken? Niks toch zeker? Nee, nou vraag ik je. Met schaken, hè? Met schaken heb je paarden die een zijsprong maken. Nou, ik vraag je, heb jij ooit paarden een zijsprong zien maken? Ja. Heb jij ooit paarden zo zien springen? He, heb je dat? Ja. Nou dan, en hier dan. En torens die inclusief fundament zo naar voren of naar de zijkant gaan. Ooit gezien? En de lopers, dat zijn dan de raadsheren van de koning. Dat zijn dan schuilingsmarcheers. Loop dat alleen maar zo. Hou op en ga zitten! Zo, heb jij ooit mensen van de Hoge Raad alleen maar zo zien lopen? He? Heb je dat? Nou, hè? Ik vraag je zeg, zou niet geloven. Ik vraag me af of de mensen van die monopolie hebben bedacht ook zoveel moeite hebben. Afblijven, heb ik gezegd! Wat is dat? Wie dat? Sala, kom dan! Het is wel erg moeilijk om je te concentreren. Doe nou niet zo duur. Steeds dat onderbreken. Zeg, luister eens even. Je moet niet steeds alles op mij afschuiven, ja? Je mag blij zijn dat ik hier af en toe nog kom. Oh ja? Ja, want er hoeft maar dit mis te gaan en je schuift alles weer op mij. Ga toch weg, man! Ik ben verliefd op je, Rut. Ik ben ook verliefd op jou. Kijk nou toch hoe laat het is. We hadden al halverwege kunnen zijn. Sorry dat we je ophouden. Je hebt nogal problemen, hè, met die auto. Af en toe, soms start hij meteen, maar altijd als je geen haast hebt. Nou, Rick krijgt er wel aan de vraag, denk ik. Laten we het hopen. Wat fijn dat Tom er weer was vanmorgen. Ja. Ja, na gisteren. Het zat erin dat hij je kwaad zou weglopen. Hij is niet rancuneus. Ja. Dat kan ik van jou ook zeggen. Dat hoort zo bij het leven met Norman. Ik zat er veel meer mee in toen Tom me zomaar aanviel. Dat had ik geen ogenblik verwacht. Veel gedraaid. Ik zag toch je handen? Ja, ik ben bezig met die motor. Nee, maar toch dat je het niet aan je kleren krijgt. Ja, dat is goed. Hé, jullie hebben wel een vuil motortje, zeg. Niet te geloven. Sorry, die was er niet zo vaak. Nee, en dat geldt voor de buitenkant ook al. In elk geval bedankt. Ja, graag gedaan. Nee, luister even. Ik maak het vast met een stukje zilverdraad. Dat kan allemaal verder prima. Maar dan moeten we wel de boel even aanduwen voordat jullie naar huis toe gaan. Anders komt hij niet op gang. Maar dat is niet zo'n punt, hoor. Dat lukt dan wel. Je komt ermee thuis. Thuis wel even naar de garage. Hey, zoek jij het even voor me. Wat? Ja, zilverdraad. Zou je weten waarom ik dat zou moeten doen? Ja, ik kan toch zo met die handen niet in het huis en ik maak alles smerig. Ah, maar je kunt het best zelf. Kom op. Zo, dat is toch... Weet je wat? Laat maar. Nou, ik doe de deur wel open met mijn tanden. Ik doe het wel, laat maar. Zoals gewoonlijk. Heel simpel. Wat moest je hebben? Ja, zilverdraad. Dat zeg ik nou toch steeds. Nou, luister even goed. Het ligt in het kastje, ik geloof het tweede van de grootste van links. Dus ja. En het is echt een zilverkleur. Ja, ik weet hoe het eruit ziet. Ja? Geweldig. Nou, blijf jij hier. Ik snap niet waarom ze nou opeens in zo'n hurry is, zeg. Niet te geloven. We hebben nog tijd genoeg. Ik zou nog best even een paar uurtjes in de zon willen zitten. Om die kinderen toch pas vanmiddag op te halen. Moet jij niet werken eigenlijk? Neem een snipperdag. Norman ook. Wel, ja. Waarom niet? Momenteel is Sarah bijna aardig tegen me. Oh ja? Ik heb geen flauw idee hoe dat komt. Jij? Nee. Ik vertrouw haar niet.
niet helemaal als ze aardig is. Ik wil niets insinueren, maar elke keer als ze glimlacht, zie ik gewoon een ramp in het vooruitzicht. Ze glunderde ook zo op onze trouwdag, als ik me goed herinner. Wat steekt daarachter? Ja, weet jij het? Nee, geen idee. Maar, Sarah, denk jij niet dat, dat Norman, iets... Iets wat? Met Sarah. Norman en Sarah? Ja, nee, maar bedoel, ja, misschien is het besmettelijk, hè? Verder iedereen al gehad. Iedereen is dan Annie? Ja, nou ja, goed. Nee, het is pas bespottelijk. Het is belachelijk. Je moet Norman niet overal van verdenken, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Die rare verhoudingen hier in de familie, die kun je niet allemaal bij hem schuiven. Nee, dat is niet. Het is niet helemaal een beest. Nou, nee. Nou, het is niks, alleen dit. Ja, dat is ijzerdraad. Daar heb ik niks aan natuurlijk. Ja, dat weet ik ook wel dat het ijzerdraad is, maar er ligt gewoon niks anders. Dit is levensgevaarlijk. Als we dat gebruiken, dan jacht je ze zo de dood in. Dat is veel te dik. Ja, ik wil niet meedenken, ja. Ja, dat is heel sympathiek, maar ik heb er niks aan, want ik heb zin. Laat maar, ik ga zelf even kijken. Ik zeg je net dat het er niet ligt. Het ligt er wel, het heeft er altijd gelegen. Maar ik zal je laten zien dat het er niet ligt. Het ligt er gewoon niet. Het heeft er altijd gelegen. Ach, jij hebt gekeken met het ligt er helemaal niet. Kom je daar nou toch bij? Waar is die man dan met dat zilverdraad? Nou, het klinkt gek, maar hij woorden met zijn vrouw. Ze kan het niet vinden. Oh? Heeft dat wat met jou te maken? Ik heb geen draad. Ik bedoel dat ze woorden hebben. Ik ben blij dat we vanmiddag thuis blijven, heerlijk. Nou, maar op kantoor zijn ze anders niet zo blij. Zeg, laten we iets leuks gaan doen. Afwassen bijvoorbeeld. Nee. Of dat zo'n 2 maanden af was. Nee, dat is niet leuk. Als je de heggers knipte, de buurman heeft vis aan sturen. Zegt dat hij gemeenteraad schrijft. Rut, waarom gaat hij niet gewoon verhuizen? Dat idee had hij al, maar wij wilden verhuizen. Heggen knippen is pure mishandeling. Zeg maar dat dat tegen mijn principes is. Nou, wat zeg jij dan maar. Dus je hebt niet geflipt met Sarah? Sarah? Om de verzameling af te ronden. Hey, wat zie jij me voor haar? Ik heb jou als man genomen, Norman. Stom genoeg. Mijn normaal verwachte levensduur voel ik elke minuut ingekort worden. Na dit weekend gaan er 5 jaar tegelijk af. Is dat mijn schuld? Ik heb niks gedaan. Hè? Tom is dom gelukkig. Hij heeft hem al lang vergeven. Tom is een rund. Nee, Tom is erg kiep. Hij wist dat het tussen ons, tussen Annie en mij, iets serieus was. Gewoon een bevlieging. We waren beide een beetje gedeprimeerd en ik wou haar alleen maar opkikkeren. Dat is al. Stuur haar dan de volgende keer een gekke aanzicht. Nee, er komt geen volgende keer. Ik concentreer me op jou. Bewaar me. Hey, zeg, laten we een feestje geven. Nee. Ah, doe, dat wordt leuk. Veel te bek af. Oh, daar gaan we naar bed. Lekker naar bed. Ik ben bek af, zei ik. Ja, om te rusten. Lekker rusten. Oh, ken jou in je idee van rusten? In jouw hoofd? Ik ben er absoluut niet om op te slapen. Zou je weten wanneer je echt slaapt? Bij mij zeker niet. Nou, ik ben toevallig opgegroeid met het idee dat het erg beledigend is om letterlijk met je vrouw of andere vrouwen te slapen. Zoiets doet men niet. Een heer hoort altijd keurig netjes op 1 elleboog paraat te blijven. Slapen doet hij op zijn werk. Daar is het werk voor. Maar dacht je dat anders de borden met stilte waren bij ons in de bibliotheek? Dat is om mij niet te storen tijdens mijn tukje achter de rijen L tot en met P van biologie. Ze ontslaan je nog eens. Ze kijken wel uit. Ik heb de hele afdeling biografie onder me. En ik ben de enige die de bladzijde kent met de vieze, sappige stukjes. Ja, als ik kom te sterven, dan sterft het geheim met mij. Zo. Dat zit. Wat zit? Ah, dat ding in je auto. Ik heb het weer vastgemaakt. Ik dacht dat je de draad voor nodig had. Oh nee, ik heb het weer vastgeschroefd. Daar is geen draad voor nodig. Deze pil is een genie. Nou nee, die dingen vallen er altijd af. Ik heb mijn eigen auto ook altijd. Geweldig. Moet Rick niet worden gewaarschuwd? Die zit vast nog steeds achter dat draad aan. Oh ja, nou, dat ga ik wel even doen. Nee, laat mij dat doen. Nou nee, dat doe ik wel even. Nee, ik wil zijn gezicht wel even zien. Rick! De hele morgen heeft hij al het heen en weer. Kan allemaal schoppen. Ja, nou... Toen Tom, kijk niet zo. Timide en achterbaks. Ja, maar ik was net... Vergeet de hele boel, het was gewoon een misverstand. Nou ja, als je maar weet dat het niet mijn gewoonte is om zomaar een vrouw te pakken. Dat begrijp ik.
Ja, nou, ik wil niet dat je de indruk krijgt... Nee. Als je er maar begrip voor hebt. Jammer dat jij dat niet hebt. Wat? Beetje doordrukken. Hoe bedoel je? Annie bijvoorbeeld, die kon daar best eens begrip voor hebben. Oh nee, daar heeft Annie absoluut geen begrip voor, nee. Behalve dan met Norman. Oh, ja. Nou, zo zeg je wat. Zo had ik het nog nooit bekeken. Dan moet je anders wel doen. Dat zijn vrouwen toch ingewikkeld. Wat bedoel ik eigenlijk mensen? Het een sluit het ander niet uit. Nou, weet je, bij dieren is het heel eenvoudig. Hè? Die zijn of bronstig, of niet bronstig. Ja, dan weet je altijd precies waar je aan toe bent. Hè? Zoals bij paarden bijvoorbeeld. Bij Annie weet ik nooit waar ik naartoe ben. Ja. Ik bedoel, dan zit ik rustig met haar te praten en dan gooit ze zomaar een bord naar mijn hoofd. Wat? Ja, zomaar een bord naar mijn hoofd. Nou, dan heb ik geen zin meer om tegen haar te praten hoor. Stel dat ze me aanvliegt. Oh, dat kon ze best eens gaan doen. En gauw ook. Ja. Nou, je wordt bedankt hoor. Nou, graag gedaan. Had dan ook meteen gezegd dat het vastgeschroefd moet worden. Zoek ik me daar een half uur lang naar het zekeringsdraad, dat ook al niet ligt waar het hoort te liggen. Ik dacht dat je dat wel wist. Ja, als ik dat had geweten, was ik natuurlijk niet aan het zoeken gegaan, hè. En hij stuntelt daar het joknis met zijn hinnik. Maar hij had Norman al op met hinniken. Nee, hinnik, dat zijn jubelkreten. Had je die motorkap er weer op of niet? Nee, want ik wist niet of... Nee, dat is goed, dankjewel. Norman? Ja? Luister nou even goed naar me en doe voor één keer in je leven wat nuttigs, alsjeblieft. Oké, voor één keer dan. Nou, heel goed. Kijk, zometeen pakken we de sleepkabel. Ja. Die doen we achter mijn auto en daar knopen we jullie auto aan vast. Of verdikken met die sleepkabel, heb ik die wel bij me? Nee, volgens mij niet. Die heb ik eruit gehaald om plaats te maken voor die koffers. Hebben jullie een sleepkabel bij je? Geen flauw idee. Trouwens, we zijn de sleutels van de kofferbak kwijt. Hoe doe je die dan open? Doen we niet. Al maanden. Oh, maar er zit mijn voetbal ook nog in. Ja, heel vervelend allemaal. Annie, luister even. Trouwens, begint ook nog. Ja, het is goed. Annie, hebben wij nog... Ja, het droes vanzelf wel door. Stil nou even. Hebben wij ergens een groot dik touw? Moet in de kelder liggen. In de is nogal zwaar. Oh, dat kan Tom nog mooi even halen. Tom, huh? Halen. Touw, touw. Ligt in de kelder. Onder een trap. Ja, goed. Touw. Dankjewel. Norman, volg mij. Heerlijk een geboren leider te zijn. Zie je aankomen dat we hier nog een nacht blijven? Voor mij geen probleem. Maar het is beter van niet, vind ik. De buitenlucht heeft op bepaalde mensen hier een desastreus effect. Niet dat ik iemand aansprakelijk stel, en jou helemaal niet. Niet dat mensen moeten verplegen, wordt helemaal tureluurs. Het spijt me. Ik zei dat het me spijt. Toen nou, het was toch allemaal Norman's schuld? Niet helemaal. Ik kreeg medelijden met mezelf. Ik voelde me eenzaam. Ach, nogal logisch, maar daarom gaat Norman beslist niet vrij uit. Hij was ook eenzaam. Norman? Kom. Waar moet Norman eenzaam van zijn? Meelijden met zichzelf, dat kan. Nee, ik kan me gewoon niet tegen dat hij niet het middelpunt is. Nou ja, we hebben het niet over Norman. Die krijgt aandacht zat. Vandaar dat hij zo graag dit soort dingen uithaalt. Tom en jij. Ja? Probeer eens iets geregeld te krijgen tussen jullie toe. Je kunt dat niet zo laten aanmodderen. Dat is gewoon absurd. Jullie willen samen, allebei, doe dat dan ook. Het is een pracht van de dag. Als wij allemaal vandoor zijn, zit je Tom hier fijn in het zonnetje en je zegt recht voor zijn raap van of hij trouwt met je of komt met je samenwonen of wat jullie maar willen. Of hij rukt voorgoed in, dat werkt. En dat is wel zo makkelijk. Dan hoeven wij niet meer zo over je in te zitten op de koop toe. Wat ook wel zo makkelijk is. Ja, je zit eroverin. Het is je reinste waanzin als jij alles opgeeft voor moeder. Wees me niet bang. Je kunt niet je hele leven serviezen blijven kapot gooien. Af en toe lucht het natuurlijk enorm op, maar het is zelfs geen surrogaat voor waar het in feite om draait. Hoe weet jij dat? Tom. Oh, wie anders? Nee, niemand. Kijk, zeker in straat. Ja, het lag helemaal niet waar ik gezegd had dat het lag hoor. Ik wist het wel. Hij wilde niet luisteren totdat hij zag waar het lag. Zeg, weet je waar het lag? Ja, in de linnenkast op de tweede plank. Ligt er nou zekeringsdraad in de linnenkast? Wie legt er nou in hemelsnaam zekeringsdraad in de linnenkast? Ja, families waar de linnenkast om een meter heen is gebouwd. Zeg, het is al hartstikke laat. Waar is die? Ik moet het hem even geven. Doe geen moeite. Waarom? Hij heeft het niet nodig. Nodig? Hoezo niet nodig? Zo! Hoezo niet nodig?
nodig. Wat bedoel je, schat? Ja, dat verzekeringsraad waar je om vroeg. Ja, dat is dus al uren voor elkaar. Maar weet je wel dat ik de hele tijd op zoek ben geweest? Ja, maar als we moeten gaan wachten totdat jij alles gedaan hebt, dan zijn we uren verder. Nou, wat mij betreft kunnen we... In je sleepkamer? Nee, die hebben we, had ik wel bij me vergeten, dus dat is allemaal voor elkaar. Alle knopen muurvast, kapitein! Fantastisch. Heeft hij de sleepkabel vastgemaakt? Jazeker. Controleren! Maar toe zeg, je hebt het wel tegen een oude varensgast. Nou, Ruk, luister even goed alsjeblieft, ja? Wat we gaan doen is het volgende. Ik knoop de sleepkabel vast aan jullie auto. Ik sleep jullie zo de heuvel op, ja? Dan rij ik weg, je houdt nog steeds je handrem aan. En als ik goed ver uit de buurt ben, dan pas laat je je handrem los en dan ga je. Hé, ja, kun je lachen. Hé, hey, schiet even op, zeg. Het is al hartstikke laat. Ja, we gaan. Ja, we gaan. Alsjeblieft, Annie. Ja. De groeten, bedankt voor alles. Ja, bedankt voor alles. En misschien van kerstmis of misschien eerder, misschien eerder. Oh, nee, nee, zeker weten van niet. Nee, toch niet eerder, nee. Oké, okay, nou, doeg. Dag, Annie. Dag. Oh ja, ik zeg. Nou, Ruud, luister nou. Echt wachten totdat ik uit de buurt ben met die handrem loshalen, hè. Anders moet ik naar puin op. Ja, hoor. Dan regel ik dat wat beter. Dan fix ik de tijd van tevoren. Norman? Ja. We kunnen niet. Natuurlijk kunnen we. Je hebt toch ook zin? Ja, maar... Ja, niks, geen gebaar. Ik fix het. Dat zei je toen ook. En dan zie je, we hebben ze allemaal uit de loer gebracht. Ruud, Sarah, Tom. Maar we houden toch van elkaar? Ik weet het niet. Wat? bedoel je dat je niet gelukkig met mij zou zijn? Ja. Dan gaat het toch om gelukkig zijn? Jawel. Ik wil je niet kwijt, Annie. Echt niet. Ik raak je toch niet kwijt, Annie? Niet als je niet wilt. Nee, ik wil echt niet. Echt niet. Ik hou van je. Ze wachten op je. Ik ga gauw. Ik ga jou vangen. Gewerkt. Ja. Nou, weer pijs en vree. Ja. Je weekendje wel, hè? Ja. Ik ben blij dat Rut weg is, eerlijk gezegd. Na ons incidentje. Nogal pijnlijk. Inderdaad. Ja. En jij zult ook wel blij zijn dat Norman is opgehoepeld, hè? Ja. Zelfde reden, ja, ik denk het wel. Zeg, Annie. Ik heb nog eens geprobeerd om alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Hè, om weer een beetje mijn objectieve blik terug te krijgen. En mijn algemene kijk op de zaken. En nou, nu is het dus zo Nou ja, je begrijpt het wel. Eerlijk, Tom, ik heb geen flauwe notie. Nou, ik wou dus... Ik had zo gehoopt dat je het zou begrijpen. Ik vind het zo moe. Ik wou dus zeggen. Oh, was ik maar een paard. Tom, waar heb je het over? Ik vind dat we een manier moeten vinden om onze relatie gewoon eens even weer onder de loep te nemen. Hè? Tenminste, voor zover je van een relatie mag spreken. En dat we eens moeten kijken hoe we op een min of meer permanente basis bij elkaar kunnen komen. Nou ja, tijdelijk dan. Heb je het over trouwen? Ja. Oh? En nee. Ja, wat is het nou? Nou ja, het mag ook een stuk losser. Je bedoelt net zo los als nu? Nee, wel wat vaster. Beetje losvast, zeg maar. Hè? Maar dan wel alles inclusief. Nou ja, als je dat wilt, dan moet je wel willen. Ik snap het. Zij. Annie. Zou je willen dat ik met je zou trouwen? Zou je dat willen? Zou je dat willen? Ik wil dat wel, hoor. Wil jij dat ook? Ik weet het niet. Ik zie wel. Sorry, Tom.
Sorry, je zal toch echt nog even wat geduld moeten hebben. Hoe lang nog? Nou, in ieder geval tot ik tijd heb gehad om erover na te denken, om er even tussenuit te gaan. Klinkt in ieder geval redelijk. Wat een mooi weer, hè? Ja. Ja, ja, het is toch echt zo'n prachtige dag dat je helemaal niet zou willen werken, hè? Dat je je één voelt met de wereld en dat je wel de hele dag rond zou willen rennen en... Dat schrijft je! Nee, Annie, hier blijf. Annie, kom hier. Nee, het kan wel eens niet ernstig zijn. Annie, ga hier zitten en hier blijven. Ik ga maar kijken. Echt, het kan wel... Jij verrekte stomkop! Waarom heb je nog door Norman laten rijden? Ja, hij wou zo graag, hij hield niet op. Waarom heb je die man nou toch laten rijden? Waarom wilde hij nou zo graag? Ik ben helemaal duizelig. Iemand gewond? Hoe kon Rut nou rijden? Hoezo? Ja, zonder bril. Rut, rijd met de bril af en de ogen dicht nog beter dan jij. Ik voel me helemaal slap. Iemand gewond? Ik voel me helemaal slap. Had jij dan geen remmen? Hij stond nog de benen in zijn vrij. Ik zeg toch zo, wacht totdat ik uit de buurt ben. Sorry, foutje van mij. Foutje van mij, je stond in je vrij. Ik moet een glaasje water. Oh ja, nee, nou ik ben dan wel een dierenarts, maar en geen gewone arts, maar als er mensen behandeld moeten worden. Nee, veel schade? Veel schade? Ja, we hebben de hele achterkant in elkaar geramd. Ik weet dat jij mijn achterkant in elkaar hebt geramd. Jouw auto zit in elkaar gebrongen als spaghetti. Ik ben dan zo door elkaar geschud. In mijn hele leven. Ga zitten, Sarah! Bepaalde mensen hebben net zoveel per nul in hun lijf als... Oh! Als je maar wel weet dat jij vandaag niet meer thuis komt. Nee, ik geloof het gelijk. We blijven hier. Willen jullie iemand bellen? De wegenwacht. Ja, natuurlijk moeten we iemand bellen. Want we komen de hele dag niet meer thuis. De hele week misschien wel niet. Het is toch niet te geloven? Hoe kon je hem nou toch laten rijden? Dat ezelsveulen. Hoe kon je nou toch? Je weet toch dat het Norman is? Je kan de jongen nog geen pakje boter laten halen. Een foutje voor mij. Zal ik de koffers even halen? Oh, ja, graag. Ik tril helemaal. Ja, jij blijft zitten. Oh, reken maar. Iedereen blijft zitten. Rick en ik regelen alles. Absoluut, een foutje van mij. Daar zijn we dan weer. Norman. Het is dat ik je ken, anders had ik gedacht dat je het expres gedaan had. Hoezo? Waarom zou ik? Oh. Nou, graag een motief. Waarom zou ik? Zo voor de vuist weg zie ik er drie. Ah. Nou, hier toch zijn, dan kunnen we maar het beste van zien te maken, hè? Wat vinden jullie ervan? Rut? Annie? Sarah? Ik wou jullie alleen maar gelukkig maken. Wat een spatje! Ik ben heel blij mee. Ik moet eerst nog wat vaker mee. Ik kom straks aan.
58e uitvoering van Toppen. Toppen, jongens, echt waar. Geweldig, hartstikke mooi. Dat is 35 jaar jubileum van Toppen. Echt heel mooi, keurig. En natuurlijk onder de bezielde leiding van een geweldige regisseur. Ze gaat weg, ze komt terug, ze gaat weg, ze komt ook weer terug. Geen Geuze! Maar regisseur, maar die regelt ook bijvoorbeeld, nou ja, decorstukken. Ze gaat zelfs een grasmat ergens halen. Friesland of zo? Nou ja, bijna Friesland dan. En ja, het is eigenlijk een totale regisseur, zeg maar. Geke weer, hartelijk bedankt. Okay. Ja, natuurlijk dank ik ook de souffleurs. En hier nog gelijk een andere taak, een bloemetje uit de Tamara en Riet Janken. Moeder en dochter. Goed, verder. Normaal gaan we alle sponsoren opnoemen. Dat doen we vandaag niet. Alleen eentje moet ik wel noemen. Alle sponsoren staan in het boekje. Maar één sponsor zijn we vergeten per abuis, namelijk de firma. Pruis, inderdaad, Sinterklaas. Hè? Ja, de firma Pruis. Ik zie bijvoorbeeld de gordijnen waren roos. De vloer was wit. Nou, allemaal dankzij de verf van Pruis. Dat is echt heel mooi geworden. Hè? Goed, morgenavond nog een keer een voorstelling. Dus als u genoten heeft. Zeg het voort. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, geloof ik, hè? Een paar. Dus wees er snel bij, want op is op. Ja, we hebben toch wel wat belangrijke bedelingen. Ja, in februari, maart spelen we ook altijd. Alleen, dit keer niet. Maar, ze gaan wel trainen. De toppers. Ze krijgen een achtdaagse, nee niet een achtdaagse, maar wel acht cursussen. En ik geloof met mimieken. Met mimiek gaan we oefenen. Dus we gaan steeds beter worden. En ongeveer begin mei komt toneel met een oud toppertje terug. Een andere dood. Een heel indrukwekkend stuk, toneelstuk, toneelspel uit de oorlog. Zeer indrukwekkend. We hebben ongeveer 7 jaar geleden hier ook gespeeld in het Huiken. Het was zeer de moeite waard, dus houd onze website in de gaten. Dat gaan we in overleg doen met de organisatie Sjoel. Dus het kan ook zijn dat we nog ergens anders optreden, in Oldenbroek misschien, op Nunspeet. Maar dat is nog in voorbereiding. Goed, ik wil nog even Reen Audio bedanken voor het geluid. Hartelijk dank. Goed, even kijken. Heb ik alles gehad? Ja, ik heb alles gehad. Allemaal heel hartelijk dank en voor uw komst. En we zien u graag in mei of een andere keer graag terug. Tot ziens.